Mijn naam is Kevin Sippa, ik ben beeldend kunstenaar, fotograaf en regisseur. Vandaag zijn we hier omdat we foto's hebben gemaakt voor de promotie van de tentoonstelling Hair Power. Mijn werk zit ook in de tentoonstelling, dus het was een hele mooie koppeling. In de tentoonstelling Hair Power presenteer ik 4 foto's. Komen uit een onderzoek dat ik heb gedaan naar zwarte barbershops in Nederland, waar ik voor 3 weken ben gaan zitten. En ik ben in gesprek gegaan met barbers over safe space en inclusie. Omdat heel vaak worden zwarte barbershops gezien als een veilige plek voor zwarte mannen. Maar wanneer het gaat over geaardheid, wat is dan een safe space? Het is ook een hele homofobische plek. Om zo'n plek te helen probeer ik daar juist te gaan en dit soort gesprekken naar boven te brengen. En door middel van fotografie kan ik dichterbij komen. Wat ik zou willen meegeven is dat haar voor iedereen een andere betekenis heeft. Haar is identiteit. Haar kan heel belangrijk zijn, maar ook heel onbelangrijk. Dat merk ik heel vaak als ik in gesprekken ga met mensen. Dat er fases zijn in hun leven waar haar toch best wel een soort van haat naar boven laat komen. Dat mensen niet een goede relatie hebben met hun haar. Maar op een gegeven moment heb je ook zoiets van, het is maar haar, dus het kan gewoon allemaal weg. Dus dat vind ik mooi, dat iedereen zelf gaat onderzoeken wat haar voor hen betekent en wat ze daarmee kunnen doen.